5 manieren om Robin te trollen in Skyblock. Oké, we zijn op het moment nog op ons eigen eilandje. Laten we even daar de goede spulletjes pakken. En dan kunnen we daarna door naar Robin's eiland. En dan gaan we hem even goed trollen. Hallo, 8 kikkertjes. Hoe is het vandaag met jullie? Jullie zien er goed uit met z'n achter. Gewoon in, ook al lijken jullie op 1 kikker, het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Sjors de hond zit er mooi bij. Pieter het vogeltje ook. Laten wij de goede blokjes pakken, de goede attributen. En dan kunnen we door naar Robin's eiland. Nou, we zijn aangekomen op het eilandje en ik zie Robin gelijk al staan. Hallo Robin! Nee jongens, ik heb een paar dingetjes klaargezet alvast. Die staan daar. Er zijn 5 kistjes, daar gaan 5 verschillende trollkistjes. En die gaan wij alle 5 gebruiken. En ik ben heel benieuwd of Robin het vervelend gaat vinden, of dat hij het grappig gaat vinden. Of dat het hem eigenlijk niet zo verboeit. We hebben hier troll 1, troll 2, troll 3... Troll 4 en troll 5. Laten we natuurlijk beginnen bij troll 1. Dat is wel zo logisch. In troll 1 heb ik een stack yellow concrete en een stack black concrete. Ik heb het allemaal in de slash shop heb ik dit allemaal gekocht, jongens. Uiteindelijk heeft het iets van 100.000 euro gekost wat hier allemaal ligt. En eigenlijk is het helemaal niet zo heel bijzonder. Vooral vanwege troll 4 is het volgens mij heel duur geworden. Of troll 5, een van die twee heel duur. Maar daar komen jullie zo wel achter. Eerst, jongens, wil ik even markeren dat ik hier natuurlijk ben langs geweest. Dus laten wij naar de bovenste verdieping gaan van zijn huis. Daar even alle overbodige dingetjes weghalen. Hij heeft natuurlijk niet alles nodig, die Robin, hè. Hier, dit mag allemaal weg. Maar dat wil ik natuurlijk niet slopen en nooit meer teruggeven. Dus laten we het wel even netjes ergens instoppen. Hier, ik stop in alles wat je hebt. Hier, Robin. Zo, hier stop ik al je spulletjes verspreid. Sorry, ik heb de hik. Mijn lachklok echt. Maar je vindt het vanzelf alweer, Robin, je spulletjes op deze manier. Kom maar goed. Want hierboven, jongens, wil ik even markeren dat ik hier ben langs geweest. En dat kan natuurlijk maar op één manier. Door mijn gezichtje even achter te laten. Hele simpele troll. Ik dacht, ik ga gewoon zo op hop en dan... Wacht, ik kan niet hieruit halen dat ik dit ben. Oh, de tv moet even weg. Laten we de tv even verplaatsen van Robin. En zijn bed open. We gaan even een hele herinrichting. Hier komt het bed. En dan komt hier de tv, zoals dit. Kijk, hoppakee. Maar hieruit kan hij nou niet echt zien dat ik het ben. Dus laten we even een beter kleur blokje halen. Mijn ogen zijn volgens mij, ja, een beetje... Ja, ze zijn groot. En ik denk niet echt dat dat hier past als ik hier... Ja, ik kan het proberen. Als we bij wijze van deze white terracotta halen, halen we er ook gewoon een stack. En dan hier van mijn ogen maken. Of zou dit er heel raar uitzien? Als we dit doen, kijk je niet. Ik heb geen idee. Ik haat het. Mijn lach is heel irritant. Ik haat het. Hier, jongens, kom op. Kan hij hier uithalen? Nou jongens, ik vind hem uitstekend lijken. Ik vind een 1-op-1 representatie van mijn hoofd. Hieruit kan Robin makkelijk halen dat ik hier ben langs geweest. Dit is gewoon mijn markering heb ik achtergelaten. Dan is prank 1 voltooid. Dan gaan we het bordje gaan we even slopen. Dan stoppen we het terug in de kist. Dan nu jongens, troll 2. Oh, ik zeg prank, maar ik bedoel de troll. Troll 2 is jungle saplings en boom meal. Een tijdje geleden heeft Robin namelijk dit gedaan. Waarom staan er in één keer bomen op huis op mijn eiland? Waarom staan er in één keer weer junglebomen? Wat is dit? Ik mis die bomenhutten heel erg. Vandaar de bomen. Groetjes mij. En oh ja, je moet ook niet zomaar mij trust geven op je eiland. Veel plezier van. Heb jij dit gedaan? Ja. Nou, zoals je kon zien, vond Robin het leuk om allemaal junglebomen op mijn eiland te plaatsen. Dus ik dacht, weet je, laten we gewoon 1-op-1 dat terug doen. Hier, Robin. Geniet van je jungleboom. Hallo? Zijn bomen groeien niet. Ik heb bijna al mijn boommeel al gebruikt. Hier, misschien dat het hier kan. Ik heb even wat dirt gekocht. Zo dan. Ja, geniet van je junglebomen, Robin. Hier, we gaan op meerdere plekken gaan we ze gewoon plaatsen. Zoek het uit. Hier, je krijgt allemaal junglebomen van me. Nog eentje. Dan doen we op elk hoekje doen we er op zijn minst eentje. Of elke hier, die kip die gaan we ook gewoon naar beneden slaan. Dat is een van de andere troll. Sorry, Robin. Dit is oprecht gewoon sneu. Die kip verdiende beter. Dag, kippetje. Je verdiende zoveel beter. Ik hoop dat ik genoeg boommeel heb. Ik heb er nog maar 3. Ik denk niet dat ik met... Ik had het maar 2 nodig. Het is niet te geloven. Er staat een nieuwe boom. En dan hier, jongens, dit is... Oh, nee, wacht. Dit is niet de voorkant. Hier doen we ook gewoon een boom. Gaan we heel even in de shop gaan we meer halen. Want we kunnen hier, als het goed is... Ja, kijk, hier botten kunnen we kopen. Gewoon voor de stack. Prima. Hebben we allemaal omgetoverd naar boommeel. Hebben we nu genoeg. Want ik wil... Ik ga, jongens, aan één kant. Waar is de voorkant van zijn huis? Is dat dit hier? Nee. Is dat... Oh, hier. Kijk, dit is de voorkant. Ik wil dit de ultraboom maken. Dit wordt niet zomaar een boom, maar de ultraboom. Kom ik boven? Hallo? Het is een risicootje, maar we gaan het proberen. Hier naar links. Nou, dat gaat niet. Oké, we zijn boven aangekomen. Kom op. Ik wil eventjes... Nou, we zijn bijna boven aangekomen. Oh, wat duurt het ongelooflijk lang. We doen het wel gewoon even zo. Kijk, dit is beter. Want jongens, zoals ik al zei, dit wordt de ultraboom. Daar komt hij. Als het hout is... Ach, ik heb een ex. Daar komt hij. Let op. We gaan namelijk op de jungleboom. Gaan wij plaatsen. Nog een jungle... Waarom is deze zo klein? En dan op deze jungleboom komt nog een jungleboom. Hier. Dus gewoon de opperboom dit. Even kijken hoe hoog wordt deze. Dit is weer een hoge... Oh, het spijt me, Robin. Je hebt echt gewoon een mega boom voor je huis gekregen. Laten we er nog... We gaan er nog eentje op doen om het af te sluiten. Dan hier de allerlaatste. Kom op. Toen, 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 toen. En... Boom. Nou, ik vind... Dit is een kleintje. Maar ik vind het prima, jongens. Kunnen we veilig naar beneden? Oh, mijn god. Het is het hoog. Er is geen water.
Hoe ga ik dit doen? Wacht, overleef ik dit? Oh, 3 hartjes. Dit overleef ik. Nou, we wachten heel even tot mijn hartjes hebben. Oh, trouwens, ik had gewoon dezelfde route als dat ik omhoog ben gekomen. Kan ik ook naar beneden. Hier. En ik heb ook eten bij me, dus het komt allemaal goed, joh. Zou ik deze sprong... Ik weet het niet. Ik ga niet eens riskeren. Hier, ik kwam via hier kwam ik. Oh, dan kan ik gelijk de deur weghalen dat ik heb gebruikt. Hier, niks aan de hand. Oh mijn god, dat ging net aan goed. Hoe ziet dit eruit? Oh, het is, gaat gewoon boven de wolken. Dit is geweldig. Dit is een geweldige prank, joh. De boom. Hij staat er, de boom. Wat een goede prank. Oh mijn god, dat vind ik leuk. En uiteindelijk haalt hij hier heel veel hout uit. Dus ik doe hem ook nog gewoon een... Ik geef hem ook gewoon nog een gunst. Hier, troll 2 is klaar. Dan gaan we door naar troll... Wacht, ik daar is alles even hierin. Gaan we door naar troll 3. Dat is namelijk een white concrete en een light blue concrete. En wat ik hiermee ga doen is best wel leuk. Ik dacht, laten we namelijk ergens achterlaten... nog een keer dat ik hier ben geweest... door gewoon hashtag... Nee, niet hashtag, gewoon team walnut in de lucht te schrijven. Want we moeten natuurlijk altijd elke aflevering achterlaten... voor welk team jij bent. Maar ik besef nu dat ik die bomen overal plaatsen... dat het niet heel handig was. Misschien dat eentje weg moet. Nou, we bouwen hem wel gewoon heel random hier. Even wat gras gebruiken om heel ver... ik kan niet verder dan dit bouwen. Val in de void. Doei. Gelukkig verlies je je spullen niet als je in de void valt. Dat scheelt echt een heleboel. Oké, dus dit is even een dingetje, jongens. We kunnen het niet heel ver weg plaatsen. Oh, ik heb een goed idee. In plaats van dat we hem horizontaal gaan plaatsen, gaan we hem... Of in plaats van dat we hem verticaal gaan plaatsen, gaan we hem horizontaal plaatsen. Dus als je hier naar beneden kijkt, staat daar Team Walnut. Wat, wacht, het is de voorkant van zijn huis? Volgens mij, waar is de opperboom? De opperboom is daar. Dus dat betekent dat als hij vanaf de opperboom hier zo naar beneden kijkt, dat hij dan hier Team Walnut staat. Oké, kunnen we in het water landen? Oh, ik wil niet dood gaan. Helemaal niet. Ik ben echt heel goed. Poging 2. Hoppa, alsof het niks is. De opperboom stond volgens mij daar. Dus dat betekent dat we zo moeten gaan schrijven. Gaan we iets omhoog eerst. Zo, hoppakee. En dan laten we hier... wat, laat ik eerst even een platform voor mezelf bouwen waar ik op kan schrijven. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Als ik een platformpje heb, kan ik namelijk veel makkelijker werken. Dan haal ik daarna dit gras en zo gewoon weer weg. Laten we in de tussentijd ook even licht, want ik zie echt helemaal geen drol hier. Oké, dan gaan we nu even aan de slag. Let op, hè. Heb ik de witte tekst voor team en dan de blauwe tekst voor walnut, omdat mijn skin natuurlijk blauw is. In principe hoeft het ook niet heel groot, de tekst. Dus dat is het voordeel. We kunnen gewoon zo... T. En dan een eetje erachteraan. Hier. Moet wel eentje groter, denk ik. Anders kan ik het niet helemaal goed uitvoeren. Dit is de maximale grootte, zo. En dan moet hij iets meer naar links opschrijven. Ik zie het al. Komt helemaal goed, jongens. Niks aan de hand. Hier, eentje langer. De T. Voeren we gelijk een perfecte E uit. De E kon niet mooier zijn dan dit. Dan een A. Zo, dit is een mooie A. En dan een M'tje. Kom op. Dit moet een prachtig M'tje zijn. Is dit een M? Er staat nu T. Met de T, met de H. Trouwens. Dit is een H, zo. Als ik hem in het midden doe, zou het een H zijn. Dit is gewoon een M. Hier. Dit is gewoon een duidelijk genoegen M. 10. Ja, er staat hier wat 10. Oké, dan plakken we de blauwe... dan pakken we de blauwe blokken. Jezus, ik kom niet uit mijn woorden. En dan moet er nu walnut staan. En de L is het middelpunt van het woord walnut. Nou, de L en de N. Dus, even denken. Er zou hier de L moeten. Denk ik. Nee, die moet nog eentje opschuiven. Dit is de L. Dit is de N. Gewoon een simpele N zoals dit. Kijk, dan hebben we het middelpunt ongeveer wel goed gepakt. Dan een U'tje. Kijk, er staat nu al... En dan tot slot hier achteraan een T'tje. Ik weet niet waarom ik in deze hele rare volgorde werk. Want ik moet nog de W en de A maken. Kijk, er staat nu... Oh, dit gaat leuk worden. Ja, dit gaat leuk worden. Dan hier de A. Hier een hele simpele A weer. Kijk, zo. Almut staat er nu al. Dan nog tot slot. De allerlaatste is de W. En dat is gewoon denk ik een omgekeerde M. Heel logisch. Het klinkt heel stom wat ik nu zeg, maar... Ik denk dat jullie dat snappen wat ik bedoel, want die M zag er net ook wel een beetje raar uit. Maar ik denk dat als ik het op deze manier doe, dat er dan wel team... Oh mijn god, dit is perfect. Laten we het gras gelijk weghalen hier, wat we hier allemaal geplaatst hebben. En dan teleporteren we via zijn island home weer naar boven. En dan gaan we kijken hoe het eruit ziet. Oké, we zijn weer boven bij de grote boom die we geplaatst hebben. Laten we even kijken hoe het eruit ziet. En alsjeblieft, laat het er goed uitzien. Ja, team bal, dit jongens, dit is leuk. Oh, hij kijkt naar beneden. Hij weet sowieso dat ik er ben geweest. Natuurlijk aan het hoofd en aan dit al. Team Walnut. Want Team Walnut is beter dan Team Robin, jongens, in Skyblock. Jullie weten het allemaal. En ik moet zeggen, de M is een beetje weird. Maar de W daarentegen, die geloof ik meer dan die M. Ik weet niet waarom. Die M is meer een H. Dit is, ja, het is eigenlijk ook meer een H. Er staat eigenlijk T-Walnut. Weet je, ik vind het helemaal prima. Laten we de spulletjes weer in trollkist nummer 3 stoppen. Alles wat we hiervoor gebruikt hebben. Zo, hoppakee. Dan de sign halen we ook weg. Stoppen we erbij. En dan is het tijd voor troll 4. Vind ik een hele leuke troll. Troll 4, namelijk een dispenser. Een carved pumpkin met curse of binding. En een spruce pressure plate. Die hebben wij...
Hallo vakje. Die hebben wij meegenomen en gekocht en craft en weet ik wat allemaal. Puur zodat wij, als zij Robin hier binnenkomt... Waarom is dit blok hier zo raar? Dat vind ik sowieso al heel gek, dit. Maar als Robin hier zo binnenkomt zoals dit, dan halen wij deze hier weg. Dan kunnen we gelijk even slopen. Plaatsen we de dispenser. Daarin stoppen we de carved pumpkin. En dan plaatsen we de pressure plate erop. Want als hij hier dan overheen loopt... krijgt hij deze pompoen op zijn hoofd. En dan kan hij hem niet meer afdoen totdat hij doodgaat. En dat vind ik serieus een hele leuke. Laten we het even testen met wat anders wat niet zo... Hier, bijvoorbeeld een emerald helmet hier van Robin. Stoppen we erin. Plaatsen we de pressure plate. Zo doen we de deur dicht. En het leuke is aan die deur. Hij loopt er toch gewoon snel doorheen. Weet je, hij gaat niet de deur open doen. Even inspecteren wat er ligt en dan pas doorlopen. Nee, het gaat zoals dit. Let op, hè. Hier komt hij. Ik doe even nu voor de deur open, zodat jullie het kunnen zien. 1, 2... Hoppakee. En als hij dat is zo leuk als hij dan die pompoen op zijn kop krijgt. Want jullie kennen het allemaal, jongens. Als je een pompoen op je hoofd hebt, dan zie je bijna niks. Dat is zo grappig. Dus laten wij het goede item erin stoppen. Hier, we doen de Curse of Binding pompoen erin. En dat is letterlijk de troll. Beter kan ik het ook niet maken. Stoppen we de spruce ding hierin. Hakken we deze troll zo. En dan de oak sign doen we weg. En dan troll 5. Jongens, is eigenlijk nog simpeler dan troll 4. Ik hoef er bijna niks voor te doen. En dit is wat mij ongeveer 70.000 tot 80.000 euro in de skyblock heeft gekost. Namelijk een zombie spawner. Ik ga een zombie spawner plaatsen in Robins huis. En dan hopen dat... dat hij helemaal wordt geterroriseerd door allemaal zombies. Maar ik dacht, ik kan hem in zijn huis plaatsen. Maar wat ik ook kan doen, jongens, is ik kan hem plaatsen hier ergens beneden. Maar dan hier ergens tussen zijn graan. En dan doen we er een gele of een bruine carpet op plaatsen. Of een groene, zoals dit. Plaatsen we een groene carpet op, waardoor hij hem niet ziet en eigenlijk nooit kan vinden. Maar hij is er wel. En ik weet niet of dat werkt. Dus laten we even... kijken in op mijn eigen eiland. Hier. Of ik hier... Volgens mij heb ik namelijk nog groene carpets. Oh, verkeerde deur. Hier moet ik zijn. Ik heb volgens mij ergens nog... Ja, kijk hier. Green wool. Maken we even carpets van, zoals dit. Ik ben zo benieuwd of dat werkt. Zijn we weer teruggekomen op Robin's eiland. En dan laten we even kijken. Want deze dingen, jongens, die spawners, die kan je gewoon kopen op marktplaats. Er worden ook blaze spawners verkocht. Enderman spawners. Zombie, villager, weet ik wat allemaal. Ik dacht, de zombie is niet te schadelijk. Zal niet zijn basis opblazen of weet ik voor wat. Maar hij is wel heel leuk. Die laten we hem dan ook gewoon hier plaatsen. Oh, ik hoop zo echt dat dit werkt. Ik hoop het echt. Komt die. Die plaatsen we dan... Hè? Hier. En dan doen we green carpet erop. Kan dat? Wat is dit? Bekijken van zombie spawner, hè? Wat is dit? Er zijn allemaal statistieken op. Oké, dat wist ik niet. Kijk, zoals dit. Dit is perfect. Oh, laten we hopen dat het spant. Laten we heel even afwachten. Ik ben benieuwd of ze spawnen. Oh, hij spande, maar hij is volgens mij... Volgens mij is hij door de void gevallen. Volgens mij ging het niet helemaal goed. Er spande iets, maar het ging niet goed. Het vark is de hele farm van Robin aan... De vark is de farm van Robin aan het slopen. Wat gebeurt er? Vallen ze door de void? Volgens mij heb ik hem niet helemaal ideaal gespand. Oh, ik kan hem ook hieronder doen. Ja! Laten we dat proberen. Wacht. Laten we hem even terugnemen. Oeh, we hebben er twee. Huh? Hoe kan dit nou? Wacht, dat is niet helemaal de bedoeling. Ik gooi er wel eentje weg. Doei. Wat nou? Kan ik hem hieronder doen? Kijk, hier. En dan die weg hak ik zo. Ja. En dan hier en dan zo. Oh, laat die dingen alsjeblieft spannen. Ik hoop het zo erg. A few moments later. Volgens mij spant het niet op deze manier, jongens. Dat is echt spijtig, dit. Neem hem even terug. Krijg ik er weer twee. Dat klopt helemaal niet. Laten we hem dan gewoon hier ergens doen of zo. Hier tussen het gras, want hier heeft hij toch een boommeel. Doen we het gewoon hier. En dan de carpet erop. Dat het bijna niet op... Oh, dat het... Nou, kom op, dit is flauw. Zo ja, dat het bijna niet opvalt, dan gaan we extra boommielen. Dat het al helemaal niet opvalt, dat het ding... Hier, kijk, zie je, dan zit hij helemaal ingebouwd. En nu moeten ze wel spannen. Ze spannen nog steeds niet, jongens. Ik ben gewoon... Ik snap het niet. Ik ben gewoon niet slim genoeg. Je kan ook voor 50.000 euro een skeleton spanners kopen. Laten we die ook even kopen. Want dan heb ik misschien nog een leuker idee, nu het toch niet werkt. Laten we zijn huis opklimmen. Hier, ik heb genoeg zwarte blokken waar we even mee omhoog kunnen. Hier klimmen we zo zijn huis op. Wat nou als ik hier gewoon op het puntje zoals dit hier een skeleton spawner zet? Als die dingen spawnen, kunnen ze gewoon vanaf hierboven kunnen ze Robin de hele dag door terroriseren. Hoe grappig ze dat zijn. En dit gaat hij toch bijna niet vinden dat het hierbovenop zit. Jongens, het werkt! Hij doet het! Hij doet het! Ja! Kijk, ik heb hem heel hoog in de lucht gespand. En dan doet hij het wel. Maar volgens mij komt het omdat het nacht is. Dus laten we hem even terug naar beneden brengen. Kijk, dan plaatsen we hem hier. En dan kan ik volgens mij zelfs de slaps er weer tegenaan plaatsen. En als hij het dan doet omdat het nu 's nachts is... Er staat hier trouwens 4 keer zombie spanner en ik weet niet waarom. Maar als hij het nu doet, dat zou zo ideaal zijn. Ja! Oh, hij doet het! Oh, dit is zo grappig, jongens. Dit is perfect. En hij gaat het alleen doorhebben als het 's nachts is op zijn eiland. Oh, wacht, ik moet erop als ik niet doodga. Nou, laten we dan de zombie spannen maar zelf houden. Misschien dat hij nog een keertje van pas komt. Dan nemen we alles hier weer mee, want we moeten geen
bewijs voor de rest achterlaten. Even snel mijn spulletjes thuis dumpen. En dan zijn dit de 5 trolls die ik uit wilde voeren op Robin. Dus we hebben de bomen, vooral de grote boom hier. Dan hebben we... Oh mijn god, ik ging er bijna overheen. Dan hebben we dat ding daar. Dan hebben we bovenin mijn hoofd. Die zit daar ergens verstopt. Hebben wij nog heel leuk hier staan. Op een sophond dat je niet naar beneden springt. Team Walnut. En tot slot hebben we dan nog bovenop de skeleton spannen. Ik denk dat hij die niet zo snel door gaat hebben. Dat hij die echt pas in de aankomende afleveringen door gaat hebben. Dus dat kan misschien wel verduren, maar de bomen en de rest, dat gaat hij gewoon heel snel doorhebben. Nou, laten we maar even vragen of Robin online wil komen. Ik ga lekker naar mijn bed toe, denk ik. Het is inmiddels natuurlijk ook al 10 voor 1 s'nachts. Er zijn ook echt maar 5 mensen online, daarom doe ik het nu. Ik hoop dat Robin ligt volgens mij nu ook in zijn bed. Dus ik dacht, ik kan het alleen s'nachts doen, want dan is er niemand online. Dan kan niemand me betrappen. Dus vandaar. In ieder geval, hier is Robin zijn reactie. Ik ben heel benieuwd. Ja, een hele goede middag, avond, ochtend. Ik weet niet wanneer jullie het kijken. Maar we gaan beginnen met mijn gedeelte. Want ik heb een berichtje gekregen van Max. Hij zei, Robin, je moet echt eventjes wachten met naar je eiland gaan. Je moet echt je opnames aan hebben. Je mag niet naar je eiland voordat je je opnames aan hebt. Want ik heb 5 verrassingen achtergelaten. Dus je mag daar wel gaan kijken, maar wel met je opname aan. Dus, dames en heren, ik heb echt letterlijk geen idee wat me staat te wachten. Ondertussen blijven we maar geld krijgen. Maar, jongens en meisjes, laten we maar eventjes naar ons eiland gaan. En kijken wat we daar aantreffen. Ik heb geen idee. Zo, we zijn aangekomen op het eiland. En het eerste wat ik zie is een hele grote jungleboom. En dat vind ik aan de... Een nog grotere jungleboom. En nog een jungleboom. En nog een jungleboom. Ja, kijk, je kunt nu zeggen van... Jeetje, Max. Wat een vervelende jongen ben je ook. Ja, dat is die sowieso. Maar ik zie er het positieve ook weer van in. Want ik weet nog dat ik hier een item van de dag ding heb. En ik hoop dat ik die nog... Ja, dat ik daar nog iets mee... Die is verlopen. Oké, Max, dan ben je wel echt een loser. Even kijken of er nog meer is wat we te zien krijgen. Want ik zie dan wel daar een wolf lopen ineens ook. Ik zie hier een varken lopen. Nog een varken. Ik dacht dat ik ze geslacht had. Maar weet je, jongens, als dit het is, dan ja, snap ik niet zo goed wat de 5 verrassingen zijn. Weet je wel? Kijk, als hier beneden nog wat is, ik wist het. Team Walnut. Ik wist het. Oké. Dit is wel kwalijk. Want dit betekent ook gewoon oorlog. Dat betekent gewoon oorlog. En ik vind het heel vervelend dat deze boom zo hoog is. Dat vind ik echt het meest vervelende wat er hier is gebeurd. Waar ga ik mee beginnen? Ik ga hiermee beginnen. Want ik zie daaronder ook weer wat varkens en wat schapen. En ik heb zo'n vermoeden, maar... We gaan even kijken. Hebben ze niet eens een nametag? Oh, ik dacht dat ze wel een nametag zouden hebben. Ja, Max, weet je wat het is? Ik ga hier niet eens moeite verder voor doen. Dit moet gewoon weg. En dit is oorlog. Dit betekent toch wel echt oorlog voor mij. Maar zijn die 5 verrassingen nou echt 4 bomen en deze tekst? Want dan vind ik het echt al matig, Max. Dan, Zo, ondertussen zijn de letters alweer bijna weg. Dus dat is helemaal niet zo erg. Even kijken, het laatste blokje. En dan hakken we hier het gras weer weg. En dan is hier beneden eigenlijk niks meer gebeurd. Nou heb ik dus wel wat concrete. Misschien kan ik er wat mee. Misschien kan ik er ook helemaal niks mee. Uiteindelijk gooi ik het dan gewoon lekker weg. We hebben wel in ieder geval 4 varkens, een kip en een schaap met zwarte wol hier beneden. Wat moeten we dan nu doen? Nu moeten we eventjes naar boven. Nou, ondertussen zijn we weer boven. En weet je wat we gaan doen? We gaan maar eens beginnen met de eerste boom weghalen. En Max, ja, nogmaals, als dit het is, vind ik het wel matig, hoor. Ik ben wel beter van je gewend. Want, ja, nee, dit is echt niks. Ik weet niet. Misschien dat je dacht, weet je, hier heb ik hem nou echt mee. Nou, ja, ik heb er inderdaad erg slecht van geslapen, hoor. Ja. Zo, dat is al boompje 1 weg. Doen we meteen de deurt hier weg. En dan, die leaves die gaan vanzelf al weg. Zit daar nog een blokje? Nee, er zit geen blokje meer. Ja, jongens, dan gaan we eventjes de andere bomen weer halen. Maar daar ga ik jullie niet mee storen. Dat is de edit magie wat hier gebeurt. Want deze boom, die gaat zo weg. Ja, die duurt wel even. En de andere boom daar aan de andere kant. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Tot zo! A few moments later. Ondertussen, dames en heren, klimmen we helemaal naar boven in de grootste boom die hier geplaatst is door Max. Ondertussen zat ik wel even te denken tijdens dit houthakken van... Ja, weet je wat het is? Max die heeft nu wel, denkt hij, zijn leuke prank uitgehaald hier. Maar ja,
Nogmaals, het is erg matig, Max. En als je dit ziet, nee, kom met wat beters volgende keer. Dan is het nu aan jullie. Ook al zijn jullie niet voor mijn team, ook al ben je wel voor mijn team, het maakt eventjes niet uit. Nu moeten we één team vormen. Dus gewoon het team tegen Max. En sommigen van jullie gaan misschien zeggen van, nee, je mag niks op zijn eiland doen. Ja, dan heb je lekker pech, weet je. Dan heb je gewoon even lekker pech. Want dat gaan we wel doen. En wat we gaan doen? Ik heb al wat ideetjes, maar ik ben heel erg benieuwd naar jullie idee. En nee, het eiland gaat niet kapot of we gaan geen hele dingen weghalen of weet ik veel wat allemaal. Nee, het zijn gewoon leuke dingen. Dus kom niet aan met, oh, plaats heel zijn eiland vol met lava. Want dat gaan we gewoon niet doen. Dat is ook gewoon niet leuk. En daar hou ik het bij. Dus hebben jullie leuke ideeën? Laat het dan zeker eventjes weten hier beneden in de comments. En zet er dan eventjes achter hashtag Team Robin of een emoji. En ja, doe dan maar dat varkens emoji. Want daar kan ik in ieder geval makkelijk mijn comments van mijn teamgenoten, mijn personen die mij steunen, kan ik makkelijk volgen en makkelijk terugvinden. Dus laat het even weten in de comments. Ondertussen zijn we bijna klaar met de boom hakken. Zo, dat was dan de hele boom. Het duurt, gaat weer weg. Mijn hele inventory zit vol hout. Allemaal lelijk jungle hout. Dat gaat ook gewoon, denk ik, misschien wel weg. We laten het wel even. We kunnen wat kisten bijvoorbeeld van maken, want dat zie je toch niet. De laatste paar blaadjes die gaan ook weg. En dan, ik zie daar nog een houtblokje in de leaf zitten. Die moeten we nog wel even weghalen. Zo, die gaat ook weg en dan gaan deze leaves ook weg. En dan, ja, weet je, is het eiland weer lekker opgeruimd. En dan kunnen wij gewoon weer verder met de taken die wij ook willen gaan doen. Dus, dames en heren, ondertussen gaan we eventjes alle spulletjes toch een beetje deponeren hier weer in de kisten. Al zijn de kisten wel erg vol, moet ik zeggen, en past er eigenlijk helemaal niks meer bij. Het komt dan weer een volgende keer. Alleen ik ben het toch nog niet helemaal over eens wat Max hier heeft gedaan. Aan de ene kant denk ik, leuk. Aan de andere kant denk ik, er moet meer zijn. En waarom denk ik dat? Omdat, vijf dingen. Kijk, je hebt een hele hoge boom. Misschien is dat één van de vier. Dan heb je er drie andere bomen. Misschien is dat twee van de vier. Beneden, Team Walnut. Drie van de vier. Wat is er dan meer? We zien wel overal dieren op het eiland. Maar ja, die spanden de vorige keer ook al. En het feit dat wij, ja, het eiland nog niet zo uitgebreid hebben, kan het nog maar op één plek zijn wat daar iets betekent. En dat is in ons mooie prachtige huis. Want verder zie ik helemaal niks. Wat was dit? Wat is dit? Curse of Binding. Ja, Max. Helaas, ik stond er wel op. Maar met je Curse of Binding? Nee. Nee, gewoon nee. Ik had iets op mijn hoofd. Dat zie je. En dat weet je. Dat had je kunnen weten. Ja, wel leuk bedacht. Maar ook alweer gefaald. Weet je, Max is gewoon niet zo goed in pranks bedenken. En dan natuurlijk boven in het prachtige huisje. Is mijn hele interieur veranderd? Daar ben ik het niet zo mee eens. Want hier stonden wel leuke spulletjes. De tv is verplaatst. Alles is verplaatst. En het lelijke hoofd van Max staat hier. Dat halen we ook weg. Ah, jongens, en verder ben ik niet zo blij waar mijn interieur is. Dat kan ik wel voorop stellen. Daar ben ik niet zo blij mee. Ja, dat is niet zo. Dat is niet anders, bedoel ik. Maar ja, jongens, als dit het is, Max, doe beter je best de volgende keer, alsjeblieft. Wacht eens even. Waarom zie ik daar een spanner? Wat is dit nou weer? Wat? Zou dit een varkensspanner zijn? Max, als dit een varkensspanner is, dan ben ik en teleurgesteld in je. Want wat is daar nou erg aan? Want dat, hé, een koe. Die is net gespand. Want wat is daar nou erg aan? Als dit een ander soort spanner is, dan zien we wel even. Maar een skeletonspanner. En ik heb nog geen enkele skeleton gezien. Ja. Max, volgens mij moet jij terug naar de tekentafel, want dit is echt schandalig. Nou jongens, we hakken de skeleton spanner maar weg. We hebben nu een prachtige spanner. Nou Max, heel erg bedankt daarvoor. Ik heb hier even niks voor mee, dus dit komt later wel. Maar dankjewel Max. En ik denk dat dit dan 5 was. Dan waren de bomen 1, de spanner was 2, de pompoen op mijn hoofd was 3. Daar beneden was 4, zeg maar. Daar beneden Team Walnut. En daarboven het hoofd van Max was 5. Nou Max, hartstikke bedankt voor je mislukte verrassingen, je mislukte prank. Ik ga een nieuw plan bedenken om Max terug te pakken. Ja, en dan gaan we kijken hoe het werkt. Dan gaan we gewoon kijken hoe we dit allemaal gaan doen. Maar dat zien jullie in de volgende aflevering. Dus, dames en heren, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Ik vond het hartstikke leuk, want ja, de pranks die waren gewoon mislukt. Wij gaan een nieuw plan bedenken voor Max. Een nieuwe, payback kan ik het wel noemen. Kijk nog eventjes, bam, hier, mooi, een nieuwe video. Deze video is ook heel erg leuk om te kijken. Veel kijkplezier. En dan zeg ik nu niet wat Max zegt. Ik zeg tot de volgende keer, tot de volgende aflevering. En laters, doei doei!